moeder het opgezet en heeft die band van die uitmarkt naar Duitsland gestuurd. En toen bekende hij me later dat hij heel vaak een test voelde en dan stopte als ik in beeld was. En dat ik dan een rechtje ging kijken. Ja, inmiddels zijn jullie 25 jaar samen, waren we 22 jaar getrouwd. 22 jaar getrouwd, maar wel al echt een hele tijd. En jullie hebben pas op wat latere leeftijd samen jullie kinderen gekregen. Was dat op dat moment een bewuste keuze, omdat jullie zo druk waren met werk? Ja, nou, je moet het daar wel vaak zien. Ja, dat doen. In lange tijd, ik werkte bijvoorbeeld in Luxemburg. Hij zat in de werk voor een opera. Ik zat in de koninklijke rol. Hij zat voor audities voor opera. Daar. Het was niet echt wat het leven waar je zegt, nou dan gaan we deze leuke zien. Zijn we settelen het zich wat meer in Nederland. En dan komt wel die dates die we allebei hadden. Die kwam. Doet ze nou de riemie? Dat gebeurde ook niet eens met drie. Ik was 39 toen ik de eerste kreeg. En heel gelukkig dat het. Ik heb ook al een miskraam gehad. Dat het ook niet leuk was. En, dus ik ben heel gelukkig en heel dankbaar. Ja. En wanneer ze komen, dan maakt niet uit waar het weer is. Ja, mooi hoe je dat zegt ook. Nou ja, ik heb in interview gelezen dat je ook zei van, ze zijn nu wat ouder. Dat bedoel je hoor. Is er iets wat van je... Hartelijk ken. Ik heb het idee dat jij nu pas echt, dat is meteen heel gek wat ik het zeg, echt boem, je bent er. Ik zie je bij de paar, je bent zo'n sterke vrouw. Is er nou iets waarvan jij denkt, nou, wat ik merk is dat ik het zingen best wel toch wel is. Ik doe het altijd heel veel. Ik zing als de dochter zingen met twee stemmen, dan heeft er bij drie stemmen. De jongens zingen er ook mee. Ja, het is heel gezellig, maar het is heel wat anders om op het toneel te doen. Ja. Tegelijkertijd merk ik wel dat ik heel erg kieskeurig ben. Zingen. Dus ik ben die voorstelling zelf die ik toen gespeeld heb. En nu merk ik dat een heleboel van die. Die onderwerpen waren voor mij vormen. En, dus ik ben dat weer in mijn leven aan het inblazen. Dus dat maakt het wel anders. Ik ben met de regisseur samen met Susanna nu weer lekker aan het werk. En met Phoenix, wat doet papa en mama nou? Wat doet papa en mama nou raar? Ja. Phoenix nou. Ik heb heel veel zin om wat ik zo weer te doen. En wat voor vorm het heeft, weet ik nog wel. Nee, ja, we proberen dit seizoen nog ergens een voorstelling te doen om op te nemen en te kijken naar wat is er gehad en de spellen over? Ja, nou dat is een hele mooie. Is het over? Candy. Ja, je was ontzettend gezellig en heel succesvol. Candy, hoog. Kom hoog. Zo, ga maar bij je dochter liggen. Ga eens af. Hello, love.